Wanneer je een hele dag hebt stilgezeten of lang dezelfde houding hebt aangenomen, tijdens bijvoorbeeld het werken of tijdens het studeren, dan kan je lichaam al wel eens lastig gaan doen. Nu, het eerste wat je kan gaan doen om dat te voorkomen, is die houding die je zo langdurig aanneemt gaan doorbreken. Hiernaast kan je ook flexibiliteit en mobiliteitsoefeningen gaan doen die ervoor gaan zorgen dat je niet vastroest in die ene positie waarin jij zoveel tijd doorbrengt. En in deze video gaan we 5 zo'n mobiliteit- en flexibiliteitsoefeningen overlopen die goed zijn voor je rug en je romp. Hey team, welkom terug op ons kanaal. Ben je nieuw hier? Mijn naam is Koen en hier bij FitFacts proberen we jou veelgestelde vragen rond fitheid en gezondheid te beantwoorden. Maar we geven geregeld ook workouts en oefeningen mee, net zoals in deze video. Dus is dit iets waarvan je heel graag op de hoogte wil blijven? Abonneer je dan zeker en vast hieronder op ons kanaal en zo mis je geen enkele video. Nu, je kan deze mobilisatieoefeningen doen om verschillende redenen. Misschien doe jij ze first thing in the morning om je dag goed te starten en om eventuele ochtendstijven te doorbreken. Maar je kan ze ook doen als zijnde een soort van meditatiemomentje, of je kan ze doen als opwarming voor een training om ervoor te zorgen dat je lichaam volledig klaar is voor de inspanning die komt. Nu, welke reden jij ook gebruikt, wij zijn ervan overtuigd dat iedereen baat heeft bij deze 5 oefeningen en daarom gaan we er nu rechtstreeks in vliegen met oefening nummer 1. Oefening 1, bows and arrows. Ga op je zij liggen met je benen lichtjes opgetrokken. Span als het ware je pijl en boog op terwijl je opendraait met je romp en meekijkt met je hoofd. Keer terug en lanceer je pijl. Schuif met je bovenliggende hand over en voorbij de onderliggende arm en hand en herhaal dit 15 keer elke kant. En dan gaan we over naar oefening 2. Oefening 2 is de pretzel 1 in lig. Ga op je zij liggen met je bovenliggende been en grijp dit langs onder vast met je onderliggende arm. Je onderliggende been neem je met de andere hand vast aan je enkel. Draai open met je romp en kijk mee terwijl je uitademt. Herhaal dit 6 keer elke kant. En dan gaan we over naar oefening 3. Oefening 3 zijn bar cycles en gebruik hiervoor een stok of een theraband. Ga met je rug tegen een muur staan met je benen lichtjes gebogen. Rol je onderrug tegen de muur en maak een dubbele kin met je hoofd. Overdrijf hier niet in, dit ziet er bij iedereen een beetje anders uit. Breng de stok of theraband boven je hoofd, strek je armen uit en keer terug tot de beginpositie. Doe dit 15 maal. En dan gaan we al over naar onze voorlaatste oefening, oefening nummer 4. En oefening 4 is een heel bekende, zijnde de cat spine. Start in handen en knieën steun, maak je rug afwisselend zo hol en zo bol mogelijk, terwijl je diep in- en uitademt. Doe dit traag en gecontroleerd en herhaal dit 20 maal. Dat wil zeggen 20 keer van een holle rug naar een bolle rug en dan terug naar een holle rug. En dan gaan we nu naar onze laatste oefening, oefening 5. En oefening 5, wel, dat zijn eigenlijk 2 oefeningen met, we zullen het zo noemen, een A- en een B-versie. En dat is de windmill in buiklig en in ruglig. Ga op je rug liggen en breng je voet op een gecontroleerde manier naar je tegenovergestelde hand. Hou deze positie 5 seconden aan en wissel daarna van kant. Doe dit 4 keer elke kant en herhaal dit dan natuurlijk ook in buiklig, zodat je onze windmill ook op de buik kan uitvoeren. Dat zijn onze 5 oefeningen die de mobiliteit en flexibiliteit van je rug en romp gaan verbeteren. Heb je toch nog een vraag over een van deze oefeningen? Of heb je een totaal andere vraag over een totaal ander onderwerp? Stel ze dan zeker en vast hieronder in de commentsectie. Ingen en ik beantwoorden je vragen altijd zo snel mogelijk en altijd met heel veel plezier. Dus stel alle vragen zeker hieronder. Vond je het een leuke video? Klik zeker en vast ook om die thumbs up knop. Dan weten wij dat je hem leuk vond en dat je er meer zo'n wilt hebben. Als laatste wil je nog op de hoogte blijven van alle nieuwe video's die nog gaan uitkomen. Klik dan zeker en vast hiernaast mij op die witte bal met ons logo op. Daar kan je abonneren, zo mis je geen enkele video. Ik zie jou terug volgende keer in een van die nieuwe video's. Bye bye!